Ja, over de Keukenkampioen Divisie gesproken. Oh, er staat een cameraman voor mij. Oh, hij zit er gelukkig. Ik dacht even dat je weg was, Chris, maar dat kon ik me totaal niet voorstellen. Nou ja, als hij er weinig aan het woord komt, dan gaat hij weg, hè? Ja? Chris, ja. Sta je op het punt om te vertrekken? Nee hoor, helemaal niet. Nee, ik heb geduld. Heb jij vandaag je tweede prik gehad, trouwens? Ja, vanavond. Ik werd gebeld vanmiddag door de dokter. En hij zegt, joh, je kunt komen, maar je moet 12 weken wachten. Jan zit nog al 9 weken te wachten op de tweede prik. Maar ik heb gevraagd aan de dokter, joh, ik moest vaak naar buiten toe. Mag ik die tweede prik komen halen? En vanmiddag om 5:30 werd ik keurig gebeld. En 5:45 zat hij erin. Perfect. Meteen goed. Meteen goed, geen probleem. Ja. Geen bijverschijnselen. Dus, nee. Nog nou ja, dat weet je niet. Ja. Dat geldt dus eigenlijk. Maar het ging over de Keukenkampioen Divisie. Die wil iets speciaals gaan doen of zo? Wat is er dan? Ja, vorige week is natuurlijk de Eer en Eerste Divisie zijn samengegaan. En een van de doelstellingen is om de mediarechten te laten groeien. Ja. Maar dat is heel lastig. Hè? Met name de buitenlandrechten, die leveren in Nederland maar 12 miljoen op. In Engeland slechts 3 miljard. En dat is een heel groot gat. Nederland is dat eigenlijk niet mee internationaal. Nee. Maar we zijn te kleine competitie om te verkopen. Dat is een van de ideeën die ik nu lees bij de Eredivisie en de Eerste Divisie is om een elftal uit een groot land, qua aantal, qua inwoners, Indonesië, om Jong Indonesië te laten instromen in de Keukenkampioen Divisie. Je hebt in ieder geval 270 miljoen mensen erbij die naar de wedstrijden gaan kijken. Dat is een circus dus. Ik zit naar jullie te kijken. Het is al belachelijk met die jeugdteams. Die kunnen geen kampioen worden, die kunnen niet degraderen. Het heeft niks te maken. En er komt ook een damesteam uit China. Waar zijn we nou mee bezig, joh? We zijn gek geworden, joh. We zijn helemaal gek geworden. Het is serieus ter sprake gebleken. Ik moest toch wel een beetje om glimlachen toen ik het hoorde. Is dat serieus? Ze schijnen dat 18-1. Nou, ik weet het niet. Maar hun zeggen, ja, dat dragen we ook bij de ontwikkeling van zijn voetballand. Hè. Dat wordt zijn voetballand ook beter. Ja. En dan met meer weerstand in de Keukenkampioen-divisie. Maar het is een van de methodes waar ze aan denken om zeg maar meer eyeballs te krijgen. Hè? Maar spelers staan die uitwedstrijden ook in Indonesië, of niet? Hoe gaat dat gaat wel heel lang duren. Hè, je maakt mij toch niet wijs dat er 1 Indonesië is, mits die niet helemaal lekker is. Die gaat zitten kijken naar zijn elftal wat tegen Topos speelt. Nou ja, ze denken dat doe je toch niet. In Japan doen ze dat wel. Nee, toch. Jawel, want als een speler uit Japan hier speelt, dan wemelt het. Dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb het meegemaakt bij Shinji Ono, bij Feyenoord toen. Daar waren we echt elke dag 20, 30 van die verslaggevers. En allemaal goed betaalde correspondenten. Op een gegeven moment namen de Nederlandse jongens het over. En er was één fotograaf, die had een contract voor €100.000. Die had 1 opdracht. Iedere dag een foto van de training van Feyenoord met Shinji. Stuurde naar Japan. Die heeft hij 3 jaar gedaan. Maar Chris, is het niet zo als die Keukenkampioen-divisie... ik kan die naam niet uit mijn strot krijgen... niet haalbaar is? Moet je dan niet gewoon die erbij neerleggen... jongens, we kunnen in Nederland geen tweede professional divisie op de been houden. Maak hem maar onafhankelijk, net als de tweede divisie. En ga niet van deze gekke halsbrekende toeren uithalen. Want het heeft niets meer met een competitie te maken. Er zijn dadelijk 7, 8 clubjes die spelen voor degradatie en promotie. Het wordt te gek voor woorden. Ja, maar ze denken toch bij de eerste divisie, heel grappig. Leuk dat je dat zegt, want ze denken zelf dat ze veel meer waard zijn. Hè? Ze worden een beetje in stand gehouden door de subsidie vanuit de Eredivisie. 9 miljoen tv-geld gaat naar de Keukenkampioen Divisie ieder jaar. En ze hebben nu een opdracht gegeven aan iemand om te kijken of ze zelfstandig die rechten kunnen verkopen. Voor geld. Nou, ik kan je één ding verzekeren, dat levert 0 op. Ja, maar dat heb je damesvoetbal en eerste divisievoetbal levert geen reet op. Het is al in heel verschillend wereldje als verslaggevers naar de eerste divisie of naar damesvoetbal gestuurd worden. Dan weten ze een maand later ligt de ontslagbrief. Heb jij dat verzonnen eigenlijk? Want jij bent wel tot dat soort ideeën in staat namelijk. Nee, dit was voor mij totaal van hoe het gisteren hoorde. Ik vind het een beetje een Coca-Cola-idee. Ja, ik vind het wel out of the box, dit soort out of the box. Nou ja, in ieder geval, ze zeggen, ja, als er zo'n jong elftal uit Indonesië erin stroomt... hebben we toch 270 miljoen potentiële fans erbij. Ja. En de tv-rechten worden daar goed betaald ook. Dus ja, het is geen gekke gedachte. Maar het is natuurlijk wel heel gek als je een elftal uit een buitenland in laat stromen in je eigen competitie. Dus is een regenboogelftal misschien een optie? Dat zou zo maar kunnen. Ja, dat zou wel veel aandacht krijgen, absoluut. Ja. Ja. Nee, dan moet John de Bever de schoenen ook weer uit het vet halen. Ja, die voetbalt nog wel eens, begrijp ik ook. Ja, nee, die voetbalt nog competitie bij de veteranen. Maar John is niet zwaar geworden en die speelt helemaal op techniek. Dus die kan jaren mee. Maar zingt hij dan ook tijdens het voetballen of niet? Dat hoop ik niet. Zo. Mis niks van Oranje Zomer. Ga naar veronicainside.nl.